1 miljoen Belgen heeft astma en daar zijn 200.000 kinderen bij. Dat zijn in verhouding veel meer astmalijders dan in andere Europese landen en zeker dan in onze buurlanden. De reden is even simpel als onrustwekkend. Het komt omdat de lucht hier zo vervuild is. Marta van Pachterbeek op stap in het centrum van Brussel. Eigenlijk een rotslecht plan. Uitlaatgassen, slechte lucht, een ramp voor haar. Marta heeft astma. Ze is nu 64. 7 jaar geleden kreeg ze de ziekte. Astma is gelijk over ze je keel gaan dichtknijpen. Als je in rusttoestand zit en de hoesting, je kan dat en dat doen en je hebt een paar meters gestapt. En de stuiden, dat moet al stoppen, de stuiden naar je adem te snakken. Marta is niet alleen. In ons land zijn er 1 miljoen astmapatiënten. 200.000 daarvan kinderen. En we hebben ook veel zware gevallen. We scoren veel slechter dan onze buurlanden. Samen met Spanje en Engeland het slechtste. In ons land moeten elk jaar meer dan 7.000 astmalijders naar het ziekenhuis. De luchtverontreiniging, het fijnstof, het drukverkeer. We wonen allemaal heel dicht bij elkaar. Dat zal ongetwijfeld een belangrijke oorzaak zijn in het uitlokken van bepaalde klachten. Iedereen kan het krijgen. Genezen is zo goed als onmogelijk. Controleren wel. Het is zo dat we met de huidige medicatie tot 95% van de patiënten kunnen goed helpen. De kosten om astma te behandelen lopen in Europa jaarlijks op tot 72 miljard euro.